Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Lostop. Welkom. Heer, de test wordt geleverd met een bijsluiter die de uitslag ontkracht. Het virus zelf is nooit geïsoleerd geweest. En wanneer iemand AIDS heeft, dat verschilt per werelddeel. HIV, de ontdekker daarvan is Luc Montagnier, een Franse wetenschapper. Hij kreeg daarvoor de Nobelprijs en niet de Amerikaan Robert Gallo, die in de tijd HIV presenteerde als de oorzaak van AIDS, om vervolgens stinkend rijk te worden met een patent op de test. HIV en AIDS zijn inmiddels een bloeiende bedrijfstak waar veel geld in omgaat. Farmaceuten, goede doelen, wetenschappers en therapeuten verdienen er hun geld mee. Het establishment. Daar zou Luc Montagnier ook toe behoren. Maar nu wordt er even niet naar hem geluisterd. Montagnier beweert inmiddels dat HIV van je af te schudden is door een gezonde levensstijl. Kortom, eet je groente en je fruit en HIV verdwijnt. En hij is niet de enige die gelooft dat HIV te genezen is. Goed nieuws dus. Lees mijn artikel, bekijk de links en bepaal zoals altijd zelf.